wassen, man. Het scheetgeluid dat we maanden hebben moeten missen. Ik heb het echt gemist. Wat is er allemaal misgelopen, jongens? Waarom hebben wij zo lang niet samen gezeten? Ja, was er bekend ruzie geworden. In groep? Te bekend. Ben ik te bekend? Ja. Iets te, naar mijn goesting toch? Ja. Nou, Mr. Business be cracking. Ja, er is dus inderdaad, er is voor de leeuwen tussen gekomen. Ik denk dat wanneer begon dat, jong? In augustus wist ik dat ik eraan ging deelnemen. En ik heb gezien, 9 augustus was het tijdstip van de laatste airing van Op de Pot. En we zijn inmiddels 20 november bij het opnemen van deze. Dus dat is dus verschrikkelijk lang. Ook nog gebeurd in de tussentijd, Arend Eikerman, je hebt een job gevonden. Dat klopt, ik heb werk. Hey, allemaal een job. Ja? Ja. Wat doe je? Ik doe social media klantendienst voor Coolblue. Heel de nacht Facebooken. En Twitteren. Heel fijn. En YouTube. Ja. Ondertussen is Bert van de Perk ook van job veranderd? Allee, of... Nee, van school. Van school veranderd. Gewoon exact hetzelfde. Gewoon ergens anders. Ja. En voelde dat, dat verschil? Ja, dat is ver. Ja, dat is dus pragmatisch. Ja. Voilà. Dik ver, dik tegen de Hollandse grens. Ja, want je woont in Antwerpen en je moet naar Essen elke dag. Dat is even. Valt dat mee? Nee. Nee. Okay. Ik moet de treinen pakken en zo. Is het echt? Eikens treinen. Fuck. Ugh. Vies. maar het werk op zich, dat voelde niet, dat verschil. Ja, andere scholen, dus andere gewoontes en zo. Maar nee, voor de rest... Is er een refter? Er is een refter. Ja? Er is een turnzaal. Er is zelfs een kerk. Echt? Is het zo'n kerk? Is het zo'n school? Het is zo'n school, met kerken en zo. Dat vind ik cool. Ja, maar dat zijn de goeie. Ik ben ondertussen ook volwaardig als treinbestuurder gestart, waar het er ook voor zorgt dat je natuurlijk op bizarre uren vrij bent, op heel bizarre uren moet werken ook. Dus dat is er ook allemaal nog tussen gekomen, dus vandaar ook... Dat we nu op maandag namiddag zitten op te nemen. Maandag namiddag, ja. Dat is eigenlijk... Het is toch al 4 uur, dus op zich. Ja. Toch al laat, hè. We hadden ook smiddags kunnen doen, dus ja... We hebben allemaal een vreemde stramien. Werk jij van maandag tot vrijdag, Arend? Ik werk van 5 dagen in de week en zaterdag in cruise. Dus deze week moet ik zaterdag helaas werken. Oké, gelijk koolruituren of winkeluren eigenlijk. Ja, en op zondag zijn er dan geen klachten? Op zondag is er bij ons zeker geen, wordt er zeker geen gehoor aan gegeven, maar dat wordt dan doorgespeeld naar Nederland. Daar zitten de grootste klantendiensten die werken, denk ik ook, op zondag. Dus ja, die pakken eigenlijk al wat werk over. Ja, ik kan me wel voorstellen dat de mensen met problemen over alle bestellingen enzovoort, dat die ook wel op zondag thuis zijn om dan te klagen op hun computer natuurlijk. Ja, maar wij werken ook tot 10 uur 's avonds, terwijl de lijnen eigenlijk open zijn tot 12 uur. Okay. Maar vanaf 10 uur wordt dat overgepakt, weer al door Nederland. Ja. Dus wij stoppen. Maar de veranderingen komen er wel aan binnenkort, dat wij ook tot 12 uur zullen moeten werken. En daarna wordt het ook werken op zondag. Dus het is... Betaalt wel goed, hè? Noord-Gent? Ja, nee, je hebt firma's die dat tot 300% betalen op zondag. Dus, Ah nee, wij niet. Wij gaan, ze hebben het duidelijk gemaakt dat dat gewoon standaard tarief zal worden. Ja. Standaard? Oké, dat zal wel niet. Daar zal de vakbond wel tussen springen. Ja, dat zullen we dan nog wel zien. Ding voor de vakbond, want ik werk bij NMBS. Ik moet die mensen goed bevriend houden. Nee, we zijn er dus opnieuw klaar voor, maar wel opnieuw met een nieuwe insteek. Vaste fans van... Voor de pot, alle drie. Weten dat wij om de 2 afleveringen gemiddeld... Alles omgooien. Ja, 180 graden draaien wat betreft hoe dat we de podcast aanpakken. Dat heeft ermee te maken met dat we nog een richting zoeken. Niks mis mee, maar deze... We zijn even benieuwd als de luisteraar wat dit gaat geven. Inderdaad. Ja. Dus dat wordt zeer spannend. We zijn op zoek naar een nieuw format, maar bij debatten merkten we vaak een beetje tert dat we... een beetje te eensgezind waren en dat het vaak nutteloze debatten werden, omdat wij toch te goede vrienden zijn om echt te hard van mening te wisselen over alles. En dan moest het altijd van onze gast komen en dat is ook een verantwoordelijkheid dat we niemand toewensen. Dus we hebben die gewoon buiten gebonjourd. Voilà, we hebben ook inderdaad geen gast vandaag. Want de vorige was verschrikkelijk. Nee, dat is niet waar. Onze vorige gast was Esther Eikerman en zij droeg eigenlijk de aflevering. Hij heeft ons een beetje te veel onder tafel geklapt, dus we doen dat niet meer. Nee. We voelen ons geïntimideerd. ze heeft nog laten weten dat ze graag eens wil terugkomen. Ja. Maar kijk, dat zou dat ding doen. Liefst over onderwerpen dat ze niks van weten. Ja, voilà. Nee. Dat is allemaal een grapje. Esther, zeer welkom terug. Ook Tony krijgt zeker nog de kans. Tony, ergens daar in België, als je luistert, krijgt zeker nog de kans om u te komen verdedigen over...
ja, over de beurzen en de comic-cons. Ja. Die popular wij... culture. Recht van antwoord. Ja, recht van antwoord, want die hebben we iets te hard afgekraakt in aflevering 6. Maar dus welkom bij Op de Pot, aflevering 7. We beginnen nog steeds met de nieuwsfeitjes. Zoals vanouds beginnen we een aflevering van Op de Pot nog altijd met 3 nieuwsfeitjes. Aangezien dat we onze debatten al zo wel lullig gaan maken, gaan we de nieuwsfeitjes, of toch in dit geval, terug iets meer naar de echte actualiteit en niet naar de obscene laatste artikels in de krant of de onderaan de pagina bij de redactie.be, maar we gaan iets meer naar voorpagina nieuws zoeken. Ik heb er eentje uitgekozen voor deze week dat ik toch heel... Ja, dat heeft mij heel hard doen nadenken. En het luidt als volgt, je zult er zeker van hebben gehoord. Priester naar correctionele rechtbank wegens schuldig verzuim bij zelfdoding. Jeez. Ik zie Bart al direct lachen. Vandaar, Bart. Daarom dat jij een goede maat bent. Ja, ja. Maar waarom schiet je in de lach? Is dat grappig? Ik vind dat grappig dat hij daarvoor naar de correctionele rechtbank moet. Waarom? Ja, waarom? Schuldig verzuim bij zelfdoding. Ja. Ja. Weet je waarover dat gaat? Nee. Ah, oké. Okay. Ik dacht, jij wel, Arjen? Ik weet het wel. Ja. Oké, okay, dus kun je het schetsen? Of? De context, ja. Ja. Er is een man geweest op de biecht, waarschijnlijk, waar we vanuit gaan, bij een pastoor. Die heeft gezegd, ik zit niet goed in mijn vel, ik ben van plan om zelfmoord te plegen. Ah. Pastoor wist dat, man heeft zelfmoord gepleegd. Pastoor heeft daar niks aan gedaan. Dus nu is de vraag, de nabestaanden van die man zijn naar voren gekomen en hebben gezegd, pastoor wist dat en heeft daar niks aan gedaan. Hij had mensen kunnen, instanties kunnen inlichten erover, heeft dat niet gedaan. Mensen had nog kunnen leven. Ja, sterker nog eigenlijk. Hè. En die beroept hij dan op? Op het biechtgeheim. Biechtgeheim. Ja, maar anderzijds, er zijn veel beroepen met beroepsgeheim, maar je hebt altijd wel... Je hebt weten die dat beroepsgeheim uiteraard terugroepen. Ja. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld over mensen die dat dreigen met andermen schade aan te doen of zichzelf. Dan zijn die mensen verplicht om daarmee naar de bevoegde instanties te stappen. Dat heeft die pastoor dus niet gedaan. En de weduwe inderdaad beschuldigt die mens. Ja, any thoughts? Ik vind dat moeilijk. Dat is een lastig parket. Het is ook bij het parket. Ah, voilà. Ja, zeker. Gewoon intended. Ja. Ja. Biechtgeheim. Biechtgeheim. Ja. Maar ja, ik dacht inderdaad dat er zaken zijn als een moord beramen of een aanslag of wat dan ook. Dat zijn wel dingen waar je ineens, normaal inderdaad, los van je beroepsgeheim, toch een burgerplicht hebt om dat te gaan inlichten. Ja, zeker en vast. Maar ook nog de vraag is, biechtgeheim iets van 2017 eigenlijk? Vind ik ook al. Maar ja, is religie iets van 2017? Ja, maar dan zijn we weer een paar afleveringen terug. Daar ga ik niet over. Nee. Maar ik vind alleszins wel, als die mens bij die priester komt en die zegt, ik voel mij niet goed, ik ben zelfs van plan om er een eind aan te maken, dan weet ik zelfs niet of dat die priester... Ja, of dat die daarmee naar de... Gewoon puur als mensen. Zelfs al gaat het over het herroepen van dat biechtgeheim enzovoort. Ik weet zelfs niet of hij die verantwoordelijkheid heeft om dat te gaan zeggen. Ik denk ook dat de vrouw in kwestie, de weduwe, dat die wel zoekt naar iemand om deze op af te schuiven. Maar... Ja, dat is een menselijke reactie. Ja. Tuurlijk. Maar ja, misschien heeft die pastoor ook wel gedacht. Want is zelfmoord nog altijd een zonde voor het katholicisme? Ja, maar wat heeft dat op zich? Ja, dat hij dat misschien niet afgeraden, op zijn minst. Dat zal hij gedaan dat hebben. Dat zal hij toch moeten dat gedaan zegt hebben. Hem ook, hè? Dat maar zegt dan, hem. Dan kan ik wel snappen dat hij dan zegt, ik heb mijn job gedaan, want vanuit mijn instantie, als iemand dat zegt, dan moet wij zeggen, niet doen, want dat is een zonde. Ja, maar er komt ook nog eens bij, als je eigen wenkend wilt maken, maakt u wenkend. Ja. En je kunt... Er is ook natuurlijk... Hoe is de mens dat komen zeggen, is natuurlijk ook een vraag. Als die mens uitdrukkelijk tegen die pastoor zegt, van, kijk, ik wil mij wenkend maken... Dan is dat natuurlijk voor die pastoor. Ik kan die er direct op reageren of niet. Maar als die mens er naartoe komt en zegt, ik zit niet goed in mijn vel en ik weet het toch echt niet goed de laatste tijd. En die probeert het wat te verbloemen zonder echt op de issue terecht te komen van, ik wil me nou even kant maken. Is het natuurlijk voor die pastoor ook een shock om daarna af te komen en te zeggen van, kijk, ik wist echt niet dat het zo erg was. Ja, het is echt super moeilijk. Ik denk dat het vooral ook moeilijk is om in te beelden, wat is... de verantwoordelijkheid van die pastoor, of wat is een jobinvulling? Want die mens kiest ervoor om in plaats van aan een psychiater naar een pastoor te gaan. Ja. Maar ja,
Maar ik ben zelf ook mij niet echt bewust van in welke mate dan een psycholoog dan altijd naar de job, allee, naar de politie aan ja, te stappen. Ja, dat weet ik dus niet. Allee, de psychiater? Een psycholoog. Wel, hè? Of een psycholoog, ja. Hè, maar ik denk dat het aantal mensen dat tegen een psycholoog zegt, van ik speel met die gedachten of weet ik veel, ik denk niet dat die allemaal naar de politie kunnen stappen. Mm. Gewoon puur als het gaat over hoeveel dat die dat te horen krijgen enzovoort. Ja. Dus ik veronderstel dat bij een pastoor ook wel zo zou zijn. Dat er veel mensen wel eens een keer wat hun gedachten luchten enzovoort. En als dat er dan inderdaad tussen zit. Ik betwijfel of dat je elke keer dan naar de politie gaat moeten stappen. Ja. Zeker en vast. Ja. Dus ik vind die mensen niet zozeer schuldig. Gewoon ook omwille van het feit... als je je echt van kent wilt maken en je zit effectief met die dingen, dan zijn er geen enkel instanties dat je ervan kunnen... Nee, ook tenzij al. Dat met dwangbuizen is enzovoort, maar dan heb je ook niet echt iemand gered. Hè? Nee. Langs de andere kant, pastoren het wel kunnen proberen. En misschien als ze met dat geprobeerd, was er wel de kans dat hem dat is waar, toch nog had doorgekomen. Okay. Ja. Het signaal gegeven naar de familie. Allee, dat mag je hem ook niet. Hè? Nee. Ja, op zich... Oh, nee. Je kunt moeilijk die pastoor de schuld geven voor het feit dat die mens zelfmoord heeft gepleegd. Ja, je kunt hem lief naar de rechtbank berispen. Ja. Nooit meer doen, hè, manneke. De volgende keer komen zeggen. Hè? Nee, direct komen zeggen. Maar ik had het er gisteren eigenlijk mee, Esther, over. Ja? Dit. Is en dat Esther Eikerman van Esther Op de Pot? Ja. En die was afgekomen met iets dat ik zelf eigenlijk helemaal niet wist. Ja? Een case van iets meer dan 10-11 jaar geleden bij Humo. Daar was een man die had zich voorgedaan als pastoor tegenover iemand van de redactie van Humo. Mm-hmm. En had gezegd, ja, iemand van mijn parochie is van plan een gezinsdrama te plegen. Oké. Okay. Dat gezin zit niet goed in elkaar. Nee, is van plan van er iets aan te doen. Ja. Bleek daarna, er is een interview gedaan via die pastoor met die man. Een heel interview. En ook duidelijk gezegd van, ja, kijk, in deze interview, dat is iemand dat van plan is om dat te doen... we proberen in die psyche te kruipen en dat te doen. Ja. Een beetje zo inzicht te krijgen. Hmm. Twee weken daarna heeft die man dat gezin ook echt werkelijk omgebracht. Ja. Zijn zoon, dochter en vrouw. En dat was helemaal geen pastoor. De mens waarmee dat ze direct in contact waren, was die man heel de tijd zelf. Hmm. En die hebben dat dan van Humo uit ook, uitgebracht met gezegd van, ja, kijk, deze is... Fucked up. Deze is een gezinsdrama en wij wisten ervan en wij hebben er niks aan gedaan. Shit. Dus dat is ook een beetje hetzelfde. Ja, oké. Okay. Nou, ja, beter. En in welke mate gaat er dan inderdaad, overschrijd je uw beroepsgeheim? Ja. En in welke mate niet, om iemand te beschermen? Ja. Ook in deze geval vind ik het nog des te meer, omdat er meerdere mensen ook gewoon van kant worden gemaakt... van het wel net te doorbreken, maar dat moet je zelf zien. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ga voort. Ja, ja. Want het is een goed debat. En dat kan je hier, bij Op de Pot. Al die ernst, ik dacht dat we absurde shit gingen doen. Gezinsdrama. Nee, tweede nieuwsfeitje. Brussels on fire, eigenlijk. Zo, Brussels by night, allerlei lichtjes, zong Remo van het Groenewoud. Mooiere tijden. Zoals jullie waarschijnlijk hebben gehoord, zijn er twee opstootjes geweest in Brussel. Eentje na een Marokkaanse... Opstootjes. Ja, opstootjes aan. Ja. Dat is het. Een Marokkaanse kwalificatiematch. En eentje toen dat er een internetmannetje hallo kwam zeggen. Mijn vragen eigenlijk, niet te diep ook niet, maar wat denken jullie dat die twee met elkaar te maken hebben? En zien jullie het daar blijven? Of denken jullie dat het... dat er een eerder golfje van geweld misschien ook wel naar andere grote steden, Antwerpen, gaan trekken. Copycats gaan we waarschijnlijk wel hebben. Ja. Ik ken, maar ik denk niet dat dat zo groot geworden is als in Brussel. Fuck YouTube, mannetjes. Hè. Zeg, gewoon niet belachelijk over doen. Het is nogal moeilijk. Had hem het veroorzaakt vinden? Niet zijn totaliteit... Maar, ik denk dat veel mensen van die geweldplegers in opstootje 2, dat die heel weinig naar het Gent met die YouTuber aan zich zouden te maken hebben. Ik denk maar dat gewoon momenten zoeken en kansen afwachten van er is een reden of er is een vonkje, dus ik kan meedoen. Ja. Maar ik vind het ook een beetje gemakkelijk om het allemaal op die mens af te schuiven. Want als je naar elke nozelaar op het internet moet gaan luisteren, dan moeten we elke week de grote markt in brand steken. Hè? Dat stel ik ook voor. Nee, maar
Ik denk wel dat ze met elkaar te maken hebben. In de zin dat er veel oproerkraaiers hebben gezien. Dat er heel weinig aan gedaan werd in, het eerste, in de eerste situatie. En daarbij gewoon gezien, we gaan eens zien hoe ver we het nog kunnen drijven. En gezien, er is niet veel voor nodig. Nee, inderdaad. En dan is de vraag natuurlijk... Allee, mocht het in Antwerpen... Mocht het, allee, stel je voor dat er nog iets gebeurt in Brussel. Hè, en er gaat op een gegeven moment een aantal... mensen van de politie, Jonathan Jacob-style, over de schreef en er gebeuren een paar spijtige dingen, dan denk ik wel dat er wel een hek van de dam zou kunnen zijn. En dan gaat dat wel, denk ik, naar Antwerpen trekken. Ja, zien we dat geeft, want het was, Marokko heeft zich geplaatst. Hoera, feest, we steken alles in brand wat we zien. Eigenlijk een absurd idee, maar... En we rollen auto's omver. Ja, voilà, want hoera, het is feest, we zijn gelukkig. Ja. Oké. Ten slotte. Volgend jaar is het dan dat WK. Wat gaat dat dan geven elke keer als Marokko een match wint of Turkije? Of ja, gaat het dan ook elke keer, hoera, een doelpunt knal, we gooien een backsend door een ruit. Gewoon. Oh, doelpunt tegen. Avondklok tijdens het volledige WK. Waarschijnlijk. Je moet natuurlijk een beetje de grens trekken. Je hebt misnoegde jeugd die daar op straat komt, die gewoon als kapot wil maken dat ze kunnen en willen. Mama en papa letten er toch niet op, dus fuck it. Nee. En je moet ook weten dat er ook gewoon dwaas hooliganisme bestaat. Een paar jaar geleden hebben we ook, was het in Frankrijk, dat ze er een hoop Russen in een golf door Lille of Parijs hebben zien. Was zien, dat vorig jaar? Zien waaien. Twee jaar, denk ik. Twee jaar. Want om de twee jaar is het goede voetbal. Ja. En hooligans die roken, gewoon maar eens naar de Bosuil of naar de Antwerp. Daar staan allemaal brave mensen. Ja, niks van, dat is een gore leuien. Daar zit hem. En, smerig Bertje. Je hebt zo vooral, en om misschien te gaan zeggen, om het alleen daarop te gaan afschuiven. En brave mannen en voetbal en dit en dat. Je hebt zo vooral. Fuck it, denk ik. Ja, nee? Hoewel. Als België een match wint, dan gebeurt er niks. En vooral Belgen die dat dan in Frankrijk wonen, die gaan daar geen auto's omdraaien. Oké. Maar ik stel alleszins mij wel de vraag van, stel dat er iets in Antwerpen zou uitzaaien, waar het dan de reactie is van de lokale politiek in... Rubberen kogels. Ja, maar ik vraag mij af gewoon, het verschil tussen het beleid in Brussel en in Antwerpen is reusachtig groot, uiteraard. Waalse socialisten versus Vlaams-nationalistische strenge mensen... die dat er zeker ook vooral een punt van willen maken van hoe weinig dat ze dulden. En dan vraag ik mij gewoon af, hoe snel escaleert het dan? Of ga ik het juist niet escaleren? Ik vraag mij zo'n ding eens heel hard af. Of dat als je daar harder tegen optreedt, of dat het dan harder wordt bedrukt, of dat het dan juist sterker ontsteekt omdat het al zover is kunnen komen. Dat is voor mij een heel belangrijke vraag. Net. Dat is iets dat eigenlijk altijd afhangt van de situatie en altijd elke richting kan uitgaan, denk ik. Zo. Vanuit voetbaloogpunt durf ik wel gokken op dat het dan des te meer ontspoort. Denk je dat? Ja. Tja, ja. We hebben er in België een heel slechte reputatie voor, maar bijvoorbeeld, ik kan soms ook onderhouden met Kevin, ook bekend van op de pot, de ene keer. We gaan wel eens ook in het buitenland een voetbalmatch zien. In Duitsland maakt dat allemaal niet uit voor welke ploeg dat je zit, voor welke stad dat je zit. Die mensen van een andere stad, die komen twee dagen op voorhand al naar daar. Die lopen er met hun sjaal rond, die zitten er in een café. En je gaat allemaal met 40.000 door elkaar tegelijk naar een stadion. Ja. Er heb je wel competitiviteit, maar er is geen rivaliteit. Als je dat bij ons doet, als er een van Anderlecht in Brugge een dag komt trappisten en dan naar het stadion loopt, ja, dat gaat niet. Die moeten met een aparte supportersbus daar afgezet worden, onder politiebegeleiding snel dat stadion in en die match snel terug weg op je bus naar Brussel. Dat is echt absurd dat bij ons zo moet. En toch is het leuk. Ja. Voetbal. Ja. Okay. Voetbal is een feest, hè? Nee. Daar kunnen we liedjes over maken en zo. Van Lukaku en Dembele. En we gaan het halen. Los naar de finale. Dat is lang geleden. Geef mij een mopje, Bert. Ja, maar ik weet niet waar die knop is. Heel goed. En voor nieuws feitje 3 hebben we Bert van der Perk bij. Snel ingeschakeld. Ja. Eigenlijk gewoon het interesse. Maar ik zeg het staan. Trein door rode licht op drukke Noord-Zuidverbinding in Brussel. Afgelopen week donderdag. Oké. Op de drukke Noord-Zuid... Ja, jij had toen een dag verlof. Ik heb het nagekeken. Heb ik een dag verlof? Ja, shit, ja. Ik heb een dag verlof. Dus maar... You're in the clear. Nice. Op de drukke Noord-Zuid-verbinding is vanmorgen een trein door het rood licht gereden. Ja. De trein stond geblokkeerd. Heel veel gedoe. Mm-hmm.
Ik vraag mij dan af, ik vroeg me eerst even, Nick, waar waarde jij? Maar dat is al snel opgelost. Ik was gewoon thuis. Wat ik mij afvraag, hè, zo'n opleiding kost veel. Die mensen moeten een x-aantal jaren vast in dienst blijven. Ja. Wat gaan ze nu met die mensen doen? Want dat kost veel om dit te ontslagen. Ja. Je hebt dan een kwestie van, ja, probeer het nog maar eens. Of is het dan een kwestie van, vanaf nu word je op een kantoor zitten ergens. Ja, okay. En nu in diensttijd het draaien. Door het rood rijden is... arguably de grootste fout die je kunt maken. Dat dacht ik mij ook, daarom. Maar, en nu ga ik een paar woorden wieken, wij kunnen heel moeilijk ontslagen worden. Ja, maar wat doet u dan met zo'n wij mens? Ja, daar kom ik zeker toe. Ah. Wij zijn een beetje te kostbaar om alle mensen dat door het rood rijden, hoe vreemd dat ook klinkt, om die allemaal buiten te sessen. Wij zijn te zwaar opgeleid, wij zijn vooral te zeldzaam. Dus NMBS kan niet zonder ons. Dus dat wil zeggen... Als je zo'n zware fout maakt, dan wordt er onderzocht waarom dat je die zware fout hebt gemaakt. Het gaat meestal over vermoeidheid, over verwardheid door problemen thuis enzovoort. Dat zijn zowel de grootste doodsoorzaken. Niet altijd dodelijk, hè. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je dan eigenlijk buiten je veiligheid wordt gesteld onmiddellijk. Dus dat je een hele poos niet mocht rijden. Dus dat je dan op de permanentie wat post moet doen en... Nou ja. Maar ook heel belangrijk, je krijgt opnieuw al je proeven. Dus je krijgt je psychologisch attest opnieuw na gesprekken. Je krijgt je medisch attest opnieuw. Je moet je hoofdexamens allemaal terug afleggen. En dat is wel echt wel werk. Dat is Dus dat is iets waar elke treinbestuurder geen zin in heeft. Dus dat is echt... Dat is, voor mij, nu als beginnende treinbestuurder, is dat nog een continue stress. Maar dat mag ook niet allemaal weggaan, uiteraard. Dus ja, door het rood rijden is... hyperkut, maar je blijft wel treinbestuurder. En je wordt daar opnieuw eigenlijk, je wordt opnieuw in dienst gezet. Alles is ook afhankelijk van de omstandigheden, maar het is wel zo dat Infrabel en de federale overheidsdienst heel snel aan uw deurtje staan en zeggen, hey, alles afgeven, nu. En dan pas komt het onderzoek eigenlijk, want voor hetzelfde geld lag het niet aan u of zo. Nee, ik hoop dat voor deze man of vrouw nog wel zal meevallen, want hij is 1 meter door het rood licht gereden. Zo is dat, maar het is erdoor. Maar het is erdoor. Ja. Dan ligt het ook nog van welk soort rood licht. Ja, je hebt beheerde seinen en je hebt niet beheerde seinen. nee, maar dat komt er eigenlijk op neer. Dienen die rode lichten gewoon om eigenlijk plaatsen op je spoor af te bakenen, zodat je niet op elkaar botst, achteraan. Hè? Snap je dat? Ja. Dus als er een voor u, in dat stuk voor u zit, dan valt dat licht rood. Dus je kunt daar niet in dat stuk, want er zit al een andere trein. Dat is al belangrijk. Maar als je daar een beetje doorrijdt, je kunt daar ook gecontroleerd rustig traag doorrijden aan een bepaalde snelheid en dan mag dat. Dus er zijn allemaal wel regels voor, maar bepaalde seinen mogen er nooit zonder toelating door. Als er een wissel achter ligt bijvoorbeeld. Je kunt snappen, als je daar terechtkomt op die wissel, en je valt stil en zo, en je staat daar, maar een andere trein moet je wissel wel aan 60 per uur pakken, dan is iedereen dood dat ermee te maken heeft. Nou ja. Dus er zijn gradaties in welk zijn enzovoort, maar in Brussel, laat ons eerlijk zijn, daar is het niet altijd de bedoeling dat je door het rood zit, want er ligt altijd wel een rooster achter of zoiets. Klik. Maar ik weet niet waar het was, dus het is voor mij helemaal nieuw. Dank u, Bert. Voilà. Een mooie perfect. Technical train talk met Nick. Ja, zeker. Met graag binnenkort Tony van Raas. Dan gaan we het alleen maar over treinen. Dan kunnen wij gewoon een extra podcast maken. Ik stel voor van wel. En ook een over comics met een Tony in Glenbiedes, waar wij allemaal onze kop houden. Bedankt. En we gaan dan voort naar onze... Eigenlijk... ik weet het niet. Naadloos sluiten we in de discussie hier aan op ons volgende punt. En dat punt, wat we nu gaan doen, is eigenlijk allemaal nieuw voor ons. Dus ik heb al gezegd, we gaan niet debatteren, want we trekken iets te vaak aan hetzelfde zeel tijdens debatten. Dat is niet interessant voor niemand. We leren er niks van. Dus we dachten, we gaan gewoon elkaar dingen leren op de pot. Want het is leuk en leerrijk en leuk. Het zijn 3 L's. Mooi. Ja. Omdat dubbel zo leuk is als leerrijk. Alliteratie en zo. Ik hoop het. Goed. Ik stel voor dat Arend Eikerman van wal steekt en ons iets bijbrengt. Het zal niet zozeer bijbrengen zijn. Ja. Het is gewoon iets dat mij is opgevallen deze week. Iets dat ik wel enorm interessant vond. Mm-hmm. Omdat het toch op een zekere tendens wijst waar we eigenlijk allemaal beter van worden, hoop ik.
Wat ik heb gezien is de meest gedownvoted comment ooit op Reddit. Oké. Okay. Hoe laat die... Ah, wacht, ja, ik weet het. Ja. Zijn jullie mee? Weten jullie waarover het gaat? Ik denk het wel. Ja. Oké, top. Oké, dus meest gedownvoted comment op Reddit wil niks zeggen, maar ik vond dat wel interessant. Het gaat over de game-industrie. Mm-hmm. Zoals we weten is de game-industrie... Zit hier in best wel wat problemen. Ja. Voor de gamer zelf. Lootboxes, microtransactions en al die meuk verpesten toch best wel veel games tegenwoordig. Mm. En een van de bedrijven dat hierin uitblinkt is EA. EA Sports. It's in the game. Exact. Maar nu dus volledig. Ook, it's in the money. Buiten sports, EA volledig. Voilà. Wat een shitbedrijf. Ja. Ja, maar EA kennen we dus allemaal als bedrijf achter een boom van succesvolle games. Gelijk bijvoorbeeld EA Sports, mm-hmm. met Madden, basketbaldingsjes hebben die ook. Maar vooral... FIFA. Ja, ja. FIFA. En al die idioten die elk jaar hetzelfde spel kopen. Fucking Bert van der Pink. FIFA, The Sims, Battlefield. Dat zal wel zijn. En nu recentelijk Star Wars Battlefront 1 en 2. Ja, ja. Dat zijn allemaal bekende titels, maar EA... Zoals net vermeld, is ook een klein beetje een kutbedrijf. En dat om heel veel verschillende redenen. Mm-hmm. Ze staan bekend, onder andere voor het opkopen van kleine developers. Alles wat die maken, gewoon naar zich toe te harken. En dan die developers gewoon over kop te laten gaan. Ja. We kunnen daarover discussiëren. Want natuurlijk moeten zelfs al blijven die kleine developers doorwerken onder EA, moeten nog altijd geld opbrengen. En ook een game developer is een financiële instelling. Ah, ja. Dus als een kleine developer op een duur niet meer mee wilt, dan is het heel simpel. Als je niet opbrengt, gaan wij je gewoon sluiten. EA is daar, voelt zich daar enorm comfortabel bij. Dus van die praktijken zorgen ervoor dat onder andere dat je getalenteerde game developers veel kansen afpakt om nieuwe dingen te maken en niet iets aan een zoveelste first-person shooter wordt. Want ja. dat is gewoon belachelijk. Dat hebben we niet nog zoveel nodig. Mm-hmm. Oké, dus EA profileert zijn eigen ook minder en minder als bedrijf dat echt passie voor games en gamers heeft. En steeds meer als... Geld. Financiële instelling, inderdaad. Een financiële instelling is wel een bank, Arendt, dus ja, ik ga u ook daarin eens tegenspreken. Kunnen we iemand vinden voor het programma die Nederlands kan klappen? Want, Zeker niet. Nee, klappen. Die mensen willen al nooit meer terugkomen, dat is spijtig. Want dat is ik vind het wel een heel interessant topic. Het is een cruciaal debat, Arendt. Als financieel bedrijf, hè. En ik zeg het nogmaals, als dat bedrijven zijn, die moeten geld verdienen, hè. Gewoon niet belachelijk overdoen. Ja. Maar die houden zich eigenlijk ook intens bezig met microtransactions. Mm. Microtransactions is eigenlijk gewoon geld gebruiken om dingen in een spel te kopen of te unlocken en een vorm van progression. Een pay-to-win. Ja, pay-to-win komt daaruit voort. Hè? Ja. En het is een beetje eng om te zien hoe dat als praktijk ingebuurd is geraakt bij heel veel game developers wereldwijd. Ja. Dat is iets dat uiteindelijk, denk ik, echt begonnen is met van die kleine gsm-apps en van die... mobile games, en dan verder is geraakt verder en verder in zelfs games nu. Nou weer nog eens één, want ik zie er vooral wel EA echt ver uit in uitblinken. Want dat is wat op zich doe... Rockstar. Maar je druk dat totaal niet doen. Blizzard, die hebben ook een loot system met Overwatch, wat ook niet veel trekt, want dat is ook puur random. Je krijgt heel veel altijd shit dat je niet nodig hebt, maar je kunt niet... een in-game currency kopen om shit vrij te spelen dat je wilt hebben. Dus die is dat ook in World of Warcraft en zo niet? Ik heb dat nooit gedaan. Dat weet ik niet. Ik heb ook nooit gespeeld. Dat kun je wel. Jawel, maar dat zijn dingen die je kunt kopen van iemand anders. Dus dat zit op een soort auction house. Ah, ja. Iemand moet dat wel eerst hebben verdiend. En dan kan je dat verkopen. En dan voor echt geld kunt jij dat voor echt, geld kunt je dat dan kopen. Dat is juist. Ik weet nog dat een Diablo... 3 Auction House, want eigenlijk was Diablo 3 een spel Auction House The Game. Dat was echt ongelooflijk. dat draaide volledig rond in een Auction House. In het begin daar wel met in-game currency bezig zijn, maar op den duur werd dat opengesteld om krediet te kopen met wereldgeld eigenlijk. En toen is dat helemaal kapot gegaan. Ja, maar nice. Ja, maar andere developers... Ik zie Ubisoft daar precies... Allee, of... Maar ook met al die sportspellen, daar is dat heel gemakkelijk... Ik krijg dat heel gemakkelijk verkocht, hè, want dat gaat over ploegen maken in competitiviteit. En dat is allemaal
Ah, koopt muntjes van ons met uw visa-kaart van uw mama, want dat zijn dan vooral de 15-jarige bingels die dat kan doen. Ja. En dan zeg je, ik wil alle goede voetballers vanaf minuut 1, up, 600 euro. De mama dan 2 maanden later, als ze dat doorheen, kijk wat. Maar ondertussen heeft hij wel zijn geld of zijn flappen gegeven aan EA en is het weer in orde. Inderdaad. Het doelpubliek zijn inderdaad eigenlijk 13-jarige kinderen. Wij hadden een groot probleem, maar daarom de outcry, vind ik. Ja. Want een outcry komt niet van die 13-jarige mensen. Nee. Maar absoluut. Maar dus een beetje teruggaan naar de meest gedownvote comment. Bij Star Wars Battlefront 2 is EA over de schreef gegaan. Ik heb het opgezocht, de prijs van het spel is €60. Mm-hmm. Wat dat geen onoverkomelijke prijs is, maar wel een prijs is voor een full game. Ja. Wel, liefst. Zou moeten. Ik heb hem. Dus in Star Wars Battlefront 2 heb je nu ook microtransactions om bepaalde characters vrij te spelen. Ja. Dus je kunt in-game currency gebruiken voor dat te doen. Ja. Zet je 40 uur mee bezig voor één character. Je kunt dat dus ook een beetje versnellen. Een beetje versnellen. Ja. Star Wars Battlefront 2, Darth Vader en Luke Skywalker zitten vast achter de muur van achievement. Dus je moet 40.000 credits of zoiets betalen in-game voor die te kunnen unlocken. En ik heb gehoord... Het zou om 28 uur spelen gaan of zoiets. 40 uur. Van een reviewer gehoord, je krijgt 100 à 400 punten per match. Ja. Dus als je dan 40.000 punten moet hebben, dan kun je beginnen rekenen. Zo'n waanzin. En hoeveel kost hem? Dat weet ik zelf niet, hoeveel het hem juist want dat heb ik nu niet bij Star Wars, maar ik kan wel cijfers plakken op, want ze doen exact hetzelfde met hun beloved FIFA natuurlijk. Ja. En er zijn ook zo de legendarische spelers van vroeger, steken er nu in, die kunnen ook kopen. Maradona en zo. Dat soort mannen. Nee, Ronaldo van vroeger, Maradona, Pele, dat soort mannen. Je kunt die kopen. En dat is ook echt mijn online markt, echt. En ze kunnen nu zelfs wat die prijzen boosten. En die staan op dit moment op 5 à 8 miljoen muntjes. En je kunt die kopen, al dan niet legaal. Ja. En dat komt neer op, denk ik, het hoogste, denk de duurste speler, komt neer op tegen de $5000. Ja, oké. Dus dan zitten wel... Maar bij Luke Skywalker of zoiets, dat heb ik gehoord, niet, dat ging over €15 of zoiets. Maar dat is... €15, dat lijkt me weinig. Ja, maar... Het gaat ook over dat je je koopt dat ineens van dat spel. Dat gaat niet over dat je met elkaar koopt en zo. Dus die prijzen gaan nooit op die manier de hoogte ingaan. Hè? Ja. Maar nog altijd, mannetjes, dat je voor €60 een spel koopt... En dan en nog eens voor €30 moet bijbetalen voor je twee... Ja. Je hoopt twee mannetjes. Dat zijn er nog, hè. Ja, dat is half... Ja, maar als je die twee al wilt, heb je een helft van je spel al bijbetaald. Maar je kunt je dat toch niet... Dat is toch echt niet voor te stellen hoe je dat moet durven als bedrijf. Ja. Maar komt dus... er blijkbaar mee weg, hè? Ah ja, niet helemaal. Je komt daar dik niet mee weg. Nee, dat is er is dus een kerel dat op de subreddit... Ik zit af en toe wel eens op Reddit, dat zal nog wel blijken. Dus een kerel dat op de subreddit van Battlefront heeft gepost. Seriously, I paid $80 to have Vader locked. Er is een reactie op gekomen van de community van EA. En dat luidt als volgt. The intent is to provide players with a sense of pride and accomplishment for unlocking different heroes. Ja. Ja, kijk. Maakt ze dat niet? Ja, dat is echt... koopbaar. Ja, maar dus downvote. Downvote. Zillion. Ja. Hoeveel waren het er? Uiteindelijk 680.000 downvotes. Ja. Als meest gedownvoten. De tweede in de lijst. In de lijst. Was, in de lijst. De tweede in de lijst was 24.000. Dus ze zitten er. Kop en niks. Goed. Heel goed. Uitzonderlijk. Ver boven. Dus dat schoot bij veel mensen wel aan het verkeerde keelgat. En het ding is ook bij zoveel downvotes, dat je, hoeveel waarde heeft er aan een downvote? Laten we even eerlijk zijn. Ja, maar... Het duidt wel op iets, maar gewoon even relativeren. En je hebt ook een sneeuwbaleffect waarin dat iemand zegt van, oh fuck, wat zegt hij daar? Downvote. Heb je echt gelezen wat hij tegen zegt? Oh ja, ik downvote dat ook. De massa. De massa, die nooit op Reddit zit, die dan zo even erop klikt om dan snel dat dumpje naar beneden aan te maken. Nee, maar het is op YouTube enzovoort. Ja. Allee, het is ongelooflijk hoeveel shit dat EA nu echt gewoon publiek over zich heen krijgt. Maar ze hebben toch ook besloten nog om de microtransactions terug even offline te zetten? Ja, ze zetten ze even offline, maar ze gaan terugkomen, hebben ze ook gezegd. We gaan ze voor nu even... Maar goedkoper, en je kunt ook sneller met minder uren speeltijd, minder kredieten, aanzienlijk, want dat was echt... Door 10 gedaan of zoiets. Met een 7% drop in uw aandelen zou ik dat ook wel overwegen. Ja. Maar ja. Ja, dus, en plus, wat je ook niet mocht vergeten,
die kunnen met heel veel games in goesting doen, maar met Star Wars Battlefront kunnen die niet volledig in goesting doen. Want er zit wel, denk ik, één gigabedrijf met een hete adem Disney. Achter. Ja, ja, maar dat op die, zich, denk ik wel... De rechten van alle Star Wars spelletjes zitten nu bij EA, dus die... Die hebben die rechten, ja, en ze kunnen ermee doen wat ze willen. Ja. Maar ja, ik kan me inbeelden dat... Van dat van mega... Ja, dat is waar, maar ik kan me inbeelden dat een megabedrijf, gelijk Disney, wel wat truc kunnen toevoegen als ze beginnen van... Zeg, willen ze onze belangrijkste franchise van het moment wel in een slechte daglicht te stellen. Ja, absoluut, maar het is wel een andere tech en ze hebben dat wel volledig acquired. Dus dat is spijtig, maar ik vind dat deze vooral een heel goed signaal is dat die mensen niet zomaar kunnen doen wat ze willen. Ja. En dat, want vooral de reviews ook, zit nu Metacritic op onder de 70% of juist op de 70%, terwijl zo'n spel zou het heel goed moeten doen. En, en vooral al die mensen zeggen, ik wil het niet spelen. Ik koop het. Ja, mensen die nu volgend nog niet gekocht hebben, gaan het normaal gezien ook niet kopen. Ja. Ah ja, ik heb de cijfers eigenlijk nog niet, de verkoopcijfers, want ik heb dat voor gisteren, ik had dat voor nieuws ook voorbereid. Moet ik eerlijk zeggen, maar ik heb dan die verkoopcijfers niet opgezocht. Maar het boeit me wel. Ja. Dus ja. Ja, dat was mijn ding eigenlijk een beetje. Ja. De vraag is natuurlijk ook of dat dan helemaal enig effect gaat hebben op de gaming-industrie. En of dat er mensen een beetje naar gaan luisteren, naar de outcry dat erover was. Maar om eerlijk te zijn, ik vrees ervoor. Ik hoop het ook dat echt. Dat zal inderdaad ook een beetje afhangen van de verkoopcijfers, maar dit is wel extreem veel negatieve PR. Ja, maar het was ook een extreem spel. Allee, hun business model was ook extreem. Hè? Ja. Je kunt dat niet goed praten op geen enkele manier. Dus de kans dat inderdaad wel... Maar hetzelfde geld wordt dat over 10 jaar normaal. Ja, maar misschien kruipt er toch wat angst in bij andere game developers. Ja. Van oei, we moeten hier niet gaan overdrijven, want... Mensen durven wel aan de alarmbel trekken. Nou. We zullen zien, mannen, maar ik zeg het, voor hetzelfde geld raken wij deze gewoon. En is dat echt het nieuwe model dat EA gewoon nu al eens een keer teentje in het water heeft gestopt? Waar dat wel interessant is, 60 euro betalen en weten dat je er nog 40 of 50 gaat bijklitsen op termijn als je alles wilt. Ja, over 10 jaar is 60 euro ook wel totaal geen 60 euro. Nee. Maar dat is volgens mij gewoon nu al de nieuwe tactiek van verkopen. Stilletjes aan. Ja. Ja, dat is er gewoon al. Maar het is toch duidelijk een stap te ver geweest. Op zich, games worden ook per nieuwe console, worden die ook exponentieel duurder. Daar doen wij ook niet echt moeilijk over. Dat is niet waar. Nog altijd niet. De Super Nintendo-spelletjes waren ook vergeleken met inflatie enzovoort veel duurder. Dus allee, ik denk dat ook heel vaak, hè. Maar want kijk, ik dacht GameCube-spelletjes keer van... Heel vaak. PlayStation 4-spel was toch ineens 20 of 30 euro meer dan een PlayStation 3-spel, niet? Dat is omdat dat het einde van de cyclus is. Dat moet je op die manier bekijken. Want eigenlijk zijn spelletjes niet veel duurder geworden. Oh, okay. In veel gevallen zelfs goedkoper. Ik vind dat ook tegen intuïtief, maar het is blijkbaar wel zo. Oké. Okay. Goed. Is dat goed? Okay. Voor mij is dat alles goed. Interessant. Ja, ik vind dat heel interessant. Ik ook. Ja. Ah, nog één ding dat ik er misschien aan wil toevoegen. EA wil zijn samenwerking voor de Nintendo Switch met Nintendo quasi niet meer voortzetten. Ze hebben FIFA verkoopt eigenlijk behoorlijk goed. Ook al hebben ze er maar een half spel van uitgegeven. Inderdaad, maar het is, EA merkt heel vaak, heel hard nu, dat ze van de Switch niet hun ding willen maken. En dat heeft vooral te maken met in welke mate dat de Switch online competitief wordt bespeeld. Want de PC, de PlayStation en de Xbox zijn hun dinges waar dat ze die smerige tactieken op kunnen toepassen. En op Nintendo marcheert het niet. Want het zijn andere soort mensen die nu een Switch meepakken. En dat is dus tragisch. Zot, hè? Ja. Vind ik wel. Ja. Domme mensen. Dat EA op basis daarvan zo'n beslissing pakt, hè. Ja, dat is gewoon, dat toont heel hard. En er is nu juist ook een developer geweest die dat heel lang voor EA, gelijk dat jij bezig was, Arend, van die kleine developers, die dat voor EA heeft gewerkt. Die hebben blijkbaar letterlijk mails gestuurd, in een mails gelekt van binnen EA uit. Echt gewoon, dat gaat over, we willen geen verhalen niet meer maken. We willen geen spelletjes met echte storyline. Want dat verkoopt minder goed. Daar kunnen we niet diezelfde microtransactions enzovoort uithalen. Dus het is echt zwart op wit. Het is een duivel van een bedrijf. Ja. Oké. Okay. Nou, dank u, Arend. Graag gedaan. Cool. Ja, en van giftige praktijken binnen de videogame-industrie gaan we over naar een punt dat Bert van den Perk ons heeft meegebracht. Welkom, Bert van den Perk. Dank u, dank u. Ja, en waar zou jij het graag mee ons over hebben vandaag? Ik sluit er een beetje op aan. Ik ben ook zo gaan nadenken over absurditeiten. En het is eigenlijk gewoon een mooie anekdote. Iets wat ik heb meegemaakt
in de Mediamarkt. allen daarheen. Daar durven ze wel eens zo wat games tentoonstellen, dat je eens kunt proberen. En daar zag ik iemand achter zo'n race-stuur, een race-pedalen-console, zag ik daar iemand Farming Simulator op spelen. Ah. Dus, ik ben er echt even blijven stilstaan om te zien. Die is dus met een race, stuur. Ja, met zo'n stuur is hij gewoon zo'n tractor aan het besturen. Ja. Om dan graan of weet ik wel welke shit op te halen. En ik heb even genoten van hoe absurd dat die situatie is. En ik was onmiddellijk aan het denken van... Allee, pak dan ze biedt ineens zo'n helikopter dingen. En kun je kraan, je graafkraan ook besturen en zo. Dat is, ik zag ineens onmiddellijk opties. Ik zeg, gaten in markten, alom. Okay. Maar ik dacht wel van... Allee, zijn wij eigenlijk toch stomme mensen? Wat is dat? Er is een mens in Mediamarkt die gedacht heeft, hoewel, goeie mopje, maar die heeft dus wel gedacht van, oh ja, vandaag gaan we die simulator, gewoon die farming simulator insteken, en kunnen ze met dat stuur zo een tracteur rijden, daar rijdt de hoek, dat is toch ook een auto. Hé, voilà. Ja, maar, er is dat niet voor gemaakt, maar goed. Wat is je punt? Mijn punt is, ik vond het heel absurd, dat je zaken net als, het boerenberoep is aan het uitsterven en shit, en dat je dan wel zo voor entertainment digitaal maïs ligt te oogsten, met een race stuur. Okay. Absurd populair trouwens, die spelletjes. Ik kraak ook mijn vingers. Farming Simulator en dan heb je ook nog Goat Simulator. En het staat allemaal, het is er allemaal. Goat Simulator, dat ken je. Dat ken ik helemaal. Het geluid dat u nu hoort is het open zippen van mijn Nintendo Switch. En het klaarstaan. Alwaar Stardew Valley klaarstaat in mijn plantjes. Allemaal mooi. Ik heb er al goed op getrapt. om even aan te geven, deze is wel mijn debat, Bert. Prima. Oké. Okay. Welkom. Kortom, je vindt het vreemd dat je eigenlijk heel mondane beroepen, gelijk het boerenleven, dat je dat in interactieve... Nee, ik vind dat niet slecht, maar ik vind het vreemd. Dat zo'n succes heeft en dat het eigenlijke beroep, dat de realiteit waar het allemaal op gebaseerd is, dat allemaal in de problemen zit. Ja. Ja, ik vond dat opvallend om bij na te denken. Dat is een heel goed punt. Ja, misschien zijn er wel meetbare statistieken waaruit dat blijkt dat net door het uitbrengen van die games het boerberoep aantrekkelijker wordt. Ik ben het niet om het hier neer te stapelen. Nee, Farmville en al die shit. Maar ik vind dat heel opvallend van mij. Dat is super populair. Dat is kapot. Maar ik vraag eens in het vijfde leerjaar. Mannetjes, wie wil er later boer worden? Mm-hmm. Allemaal brandweerman en politieagent en piloot. Ik kan al, denk ik, een belangrijk argument aanbrengen. Ja. Luiheid. Luiheid. Ja, ik zat er juist in bed en ik was mijn plantje in het water geven. Hè? Ja, dat is geen metafoor voor iets anders. Nee, maar je wordt je eigen water aan het geven en je dacht, ik doe niet eens mijn plantjes digitaal erbij. Inderdaad. Ja. En ik ging dan zo... Hè, ik heb dan juist een schuurtje laten bouwen waar ik mijn koeien kan zetten en zo, maar ik heb nu nog geen silo, dus ik heb mijn graan nog nergens... Echt pokken leuk, man. En je moet op tijd zien, ik heb veel Harvest Moon ook gespeeld. Heel leuk. Maar het concept daarbij is gewoon, je hebt een dag van een aantal minuten dan. Hè? Ja. En je moet daarop van alles doen. 'S morgens vroeg doe je zeker al je plantjes, zodat je die geen ene dag vergeten bent. Ja, dat is zo prachtig. Ja, maar dat is, want anders, als je dat vergeet, dan worden die door en zo. En je hebt er al geld en tijd in gestoken, dus je wilt dat opbrengt. Maar ondertussen liggen misschien je echte planten op je kamer weg te rotten. Zeker. Voilà, vind ik fantastisch. Zeker, maar het gaat erover, dat zijn gewoon van die relaxerende taakjes. Want mensen gamen om kleine doeltjes te hebben ook altijd. Hè? En hoe... Sense of achievement, hè. Ja, maar gewoon zo klein en zo bescheiden dat is om gewoon om die plantjes te doen en je plukt je tomatjes en je zegt, godverdomme, dan heb ik na elke dag... Goed gedaan. Elke in-game dag dan heb ik die water gegeven en ondertussen nog tijd gehad om met alle bewoners in het dorpje te gaan babbelen en ik ben dan een paar mesjes ook het hof aan het maken door die cadeautjes te geven en zo. Dus er zit ook zo wat dating sim in, dus kijpels, hè. Ja, maar ik vind het grappig dat daar een trots in kruipt en dat daar een... Maar niet in het echt. Nee, en dat er dan toch een perfectionisme in zit. Van, ik moet mijn plantjes water geven en mijn tomaten mogen niet rotten. En het moet allemaal goed zijn. Ja. Maar dat mensen die dat doen, niet per se ook zo in het leven staan. Nee, maar dat is ook... Een boer zijn is verschrikkelijk zwaar. Hè? Ja, zeker wel. Dat is gewoon... Je bundelt het leuke en het achievement-aspect eruit en het romantische enzovoort bundelt je in een spelletje. Maar niet het...
je rug echt wel letterlijk kapot werken elke dag en het duren van al die toestellen enzovoort. De verhoogde zelfmoordcijfers in rurale Amerika. Inderdaad. Ik wil dat gewoon als persoonlijke fan. Ik snap echt uw punt van waarom gebeurt dat niet echt niet, maar dat zal echt voornamelijk te maken hebben met hetgeen dat je daar echt van uw leven in moet pompen, is te groot. Heel uw leven is het boerderijleven als je dat doet. Als je dat op een spelletje koopt... Kun je even op het toilet een kwartier doen. Kun je op een toilet je plantjes water geven. Ja. En dan is het wel metaforisch. Maar gewoon, het is de bedoeling dat je dan een paar dingen goed doet of zo. Ik heb nu keigoeie stenen gaan kappen ergens. Oh, man. Keigoeie diamantjes. Ik kan koper smelten enzovoort. Er zitten heel veel crafting elementen in. Dat doe jij graag, hè. Dat doe ik echt heel graag. Dat weet ik van ervaring. Ja, en dan heb ik al 5 koper blokken zo, die ik goed heb gemaakt. En dan kan ik een nieuwe zijs mee maken laten maken. Fucking leuk. En dat is maar hetzelfde principe, hè, want dat is dan een beetje mea culpa. Ik heb ook uren gesleten achter een console voor zo wat ijzer te smeden. Van, ik kon 300 dolken maken, dan kan ik die hoeveel veel winst overpatsen. Maar je ziet hoe raak dat ik ben. Letterlijk. Als ik nu dezelfde ondernemingsgeest in het echt had, fantastisch geweest, maar nee. Maar nee, leerkracht. Ja, voilà. Ja, binnenrijven, Ja. Nee, maar het is wel dessen. Hè. Gewoon het, je moet daar niet in ticht zoveel van je leven aan besteden, maar je hebt dat gewoon in het klein. Ik denk dat het er is. Plus, mijn hart gaat sowieso uit naar het landelijke leven. Sowieso. Ik voel mij in een stad nooit echt mezelf. Maar dan heb je dat, hè. Oké, wel pixelated. Ik vind dat fijn, joh. Brengt rust. Brengt rust. Ja, maar om dat met een stuur te gaan doen... Dat vond ik... Ja, ik vond het mooi, zeg. Het was een mooi moment, maar ik dacht, allee. Dat is toch waanzin, want je moet in zo'n spelletjes toch nooit... Allee, of was dat echt een tractorspel, want... Ja, ik denk, die was met een tractor aan het rijden, ja. Maar dus dat klinkt wel kut. Dat doe je dan met een stuur, ja. Maar dan denk ik ook, allee, wat zit hij met een tractor te rijden? Maar ja, goed. Misschien rijdt hij niet echt ook met trek. Toen zegt hij, kom. Dan zit er wel echt een triestige. Maar Moe, nou, ik ga even naar de Mediamarkt een beetje rondkarren met een X5. Ik zie straks terug. Mag je trouwens een tracteur lenen? Waarschijnlijk is 50 euro wel goedkoper. Allee, als het spel niet van EA is, natuurlijk. Ik denk dat het iets van 20 euro of zoiets kost. Maar ja, zoiets. Nou, dan moet je nog zo motoronderdelen bijkopen bij EA. Maar uw argument gaat toch op voor alle simulatorspelletjes? Inclusief Facebook. Een flight simulator snap ik. Nee, een flight simulator snap ik. Waarom snap je dat? Dat is spannend en dat kun je niet zomaar. En dat is... Ja, je wordt niet zomaar piloot. Okay, je wordt ook niet zomaar boer. Yes. Maar dat is omdat je dat niet per se wilt. Want dat is zwaar in dat is een piloot hard leven. Ook. Piloot ook? Ja, maar dat is wel dat is voor veel leven. Mensen een droomjob. Kun jij met een pikdorsen rijden? Ik denk het niet. Nee, absoluut niet. Maar ik snap wel, vliegen, dat is spannend en avontuurlijk. Dat er meer in zit dan, met een tractor rijden, dat is spannend en avontuurlijk. Ja, oké. Dus daar vind ik wel een verschil in. Maar je hebt veel simulatiespelletjes die zo zijn, hè. Ja. Gelijk met dat pretpark. Rollercoaster Tycoon. Ja. Ah, wel, maar voilà. Ik heb, leuk? Om het cynisme... want ik ben er niet cynisch over. Ik snap het allemaal wel, maar ik vond het absurd. Maar ik dacht, ik drijf het nog wat door. Dus ik denk, ik kan zelf iets bedenken. Wat voor spelletjes kan ik daar nog mee maken? Dus EA, spits je oren. Maar je hebt nu eerst gezegd, die een tycoon, hè. We maken er gewoon een roltrap-tycoon van. bouw je roltrappenparadijs. Stalking Simulator 2018. Dat je gewoon vanaf nu gewoon in je bad... kunt staken, aan een vuurton kunt staan, in uw bed, gezellig. Is er een knop voor een fluitje? Ja, dat gaan we maken dan, hè. Ah ja. Ah ja, wie is we? We. Af en toe... De mens die deze idee oppikt, hè. Als je aan het piket staat ook af en toe... Nee, waar staan die allemaal? Dan deze. Airhorn. Door Brussel, Dalken en... Stalking simulator, maar... Mijn lievelings is nog GTU, Grand Theft Uitkering. Prima spel. Bert, dus ik dacht, we gaan zo voort. We gaan zeker zo voort. Nee, ik vond het grappig om bij stil te staan. Allee, dat zo populair is. Ook bij mijn eigen, voor bepaalde dingen. Ik heb het net gezegd, maar... Ja, inderdaad. Ik vind dat raar, dat zo hele mondane, typische dingen... Maar ja, even zo populair. Wat is een doel voor u voor een videogame? Ja,
plezier hebben, ontspannen, mm-hmm. entertainment. Oké. Okay. Ah ja, ontspannen of op een of andere manier, want je kunt ook een spannend spel hebben. Ja, 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 inderdaad. Maar stel dat je een spel hebt, en ik zal dan Animal Crossing nu even, ik weet niet of dat je al bekend bent met het concept, maar in Animal Crossing heb je letterlijk geen enkel doel. Nee. Allee, je hebt geen enkel verplichting. Daar gaat ja, maar je doel kan ook zijn, je amuseren en je bezighouden, je vrije tijd opspenderen aan iets. Ja. Dus Animal Crossing voor mij is heel fijn, omdat je daar zoveel tijd in hebt. En dat is gewoon, dat je koopt een beetje zo een stoemklein extra leventje. Hè? Dan moeten we weer al niet een echte zot zijn, snap je? Ja. Want iedereen heeft wel zo... Dat is puur escapisme, maar dan zonder dat je er echt zo je eigen in zweet moet zitten omdat er iets niet lukt. Ja. Want dat hebben veel andere spelletjes. Daar zit de uitdaging in uitdaging, of toch het plezier in uitdaging. En in andere spelletjes heb je dat expliciet niet. En ik vind dat heel fijn. Maar de uitdaging in een boerderijsimulator is wel degelijk reëel, Bert. Ik hoop nu dat ik op tijd... Allee, want ik heb te veel planten gezet. Na een tijd is mijn vermoeidheidsmeter al halverwege als ik al alles water heb gegeven. Hè? Hm. Ja, maar hey, begint er eens aan. Hè? En dan moet je nog heel dorp rond. Zo werken al die apps ook. Zo van dat je zo een kok speelt en dat je al je hotdogs en je hamburgers op tijd moet gebakken hebben, want er komen mensen aan en shit, en krijg die mensen niet geserveerd en die gaan terug weg en mijn sushi palace gaan aan de knoppen. Hotel Mario, dat is al oud, hè. Dat was Hotel ook zo, Mario. Hè? Toen moest je mensen eten geven. En van tafel naar tafel sprinten enzovoort. Goed oud, goede klassiekers. Ja, goed. Maar goed. Zeg jij... Ik ben uitgeklapt. Ja, mannen. Dankjewel, Bert. Al 2 keer over videogames. Ik kan het eigenlijk ook een beetje over videogames hebben. Maar zie hoe eensgezind we weer al zijn. Ja, maar het is weer al veilig dat we niet... Goeie vrienden. Ik ben zo blij met deze terug aan het doen. Iedereen heeft wel wat zijn nostalgie, zo, wat betreft computerspelletjes. Hè. Zo, spelletjes die dan nu eventueel zelfs echt wat stom lijken, maar die dat toen echt de shit waren. Heb je zo voorbeelden dat je direct opkomt? Ja. Ja? Welk? Maar dat is een spel dat niet super bekend is. Hm? Dungeon Keeper. Dat natuurlijk, is... jawel. Ja, ja? Kent ik heb het niet gespeeld, maar ik weet heel goed wat het is. Dat is een spel dat ik mij echt dat ik nooit ga vergeten. Dat heb ik gespeeld toen ik 9, 10 jaar was. Ja. En ik heb dat echt ziekelijk doorgespeeld. Dat ik dat helemaal van buiten kende. En nu nog altijd is dat zo... Als je zo soms van die nostalgische throwbacks hebt, die zijn nog altijd naar daar. Dat ik achter mijn broers een computer zit, met elke keer dezelfde muziek op. En dat is pijnlijk. Ja. Ik vond dat pijnlijk. Ja, maar dat is, die leeftijd, 10, 11 jaar of zoiets, dan zijn echt de nostalgische elementen compleet. Hè? Ja, ik denk spontaan aan dingen als de eerste Street Fighters, de eerste Mortal Kombat's, Donkey Kong, dat soort toestanden. Super Nintendo tijdperk voor u. Ja. Ja, voor mij ook het Super Nintendo tijdperk, maar ik had het op de PC. Een spel voor mij was Donald Duck in Moy Mallard in Cold Shadow. Ik weet niet of dat iemand... Dat heb ik nooit gespeeld. Nee. Dat was zo'n heel donker, funny, maar wel heel mooi geanimeerd spelletje, waarbij je zo op een tropisch eiland speelde met Donald Duck dus. En je kon in een ninja veranderen. Dus dat was al heerlijk. En je kon andere eenden dan zo peren geven met je ninja-staf. Dat vond ik zalig. Ik heb toen ook lang zo in een tuin rondgelopen met zo'n bezemsteel en een blinddoek rond mijn kop. Ik vond dat helemaal de shit. Daarna in ticht. Helemaal gepeende peren. Maar het speciaal is, de muziek daarvan bleef echt bij. En ik heb daar een sample ook van meegebracht, zodat je het even hoort. Dus voor zo'n gewone 2D side-scrolling beat-em-up van Disney Entertainment is dat eigenlijk echt heel goede muziek. Ik zat precies in een kerk, in een attractie in Disneyland. Ja. Ja. Dus heel veel sfeer, maar veel game soundtracks doen sfeer goed. Maar wat hier heel goed in was dat er echt thema's waren van verschillende personages en melodie en zo. Heel indrukwekkend. Ja. Nu, jaren later, we skippen even een beetje voort, want ik ben dus echt een geschiedenis aan het vertellen. Dan heb ik zo het
klein spelletje op de gezinscomputer leven achter mij gelaten. Want toen, ja, dan heb ik mij een Nintendo GameCube bekomen. Dus mensen kennen mij vandaag nog wel eens een Nintendo-zot, maar dat is nooit, niet altijd zo geweest. Dat is pas ontstaan nadat ik eigenlijk die GameCube al een tijdje had. Maar in het begin, we komen hier ook full circle, want wat ik in het begin vooral had, was Star Wars Rogue Leader. Fenomenaal, top spel. Eigenlijk misschien het beste GameCube-spel ooit. Maar dat was dus een Star Wars-spel, maar ook een spel van EA. Ja, de Dungeon Keeper is ook van Bullfrog, is opgekocht door EA en ja, dan keihard gecast. Maar dat is dan weer... Voilà, dank je, Bert. Maar dat van mij was een spel dus waarin EA in dat tijdperk nog vrij solide singleplayer-avonturen maakte, in tegenstelling tot dus nu de online massieve en iedereen moet betalen rotspelletjes. Ja. Maar toen was er dus... ik denk dat veel mensen dat hebben gehad, Middle of Honor Frontline. Ja. Mm-hmm. In een tijd dat Wereldoorlog 2 shooters, Bert, wij hebben het daar regelmatig over, dat populaire goede spelletjes waren. Ja, zeker wel. En dat EA dus ook goed zijn best deed om goede spelletjes te maken. Nu, ook hier had ik dus eigenlijk een hele speciale band met de soundtrack. Ik heb dat spel heel vaak gewoon op het menu laten staan, puur om de soundtrack te laten spelen of in speciale situaties in het spelletje gewoon laten doen. Omdat de muziek zo goed was. En ook daar heb ik dus een sample van bij. Ook hier, mannen, niet zomaar sferig, want je schoot wel allemaal Duitsers overhoop, maar het gaat echt wel over... Die muziek had een eigen persoonlijkheid. Hè? Zeg je nu dat Duitsers neerziet en niet sfeervol kan zijn? Zeker wel. Nee, maar soundtracks sowieso zijn altijd wel echt mijn ding geweest. Dus veel mensen weten dat wel. Ik heb al sinds dat ik eigenlijk het concept geld snap, heb ik veel van mijn geld geïnvesteerd in soundtrack-cd's kopen. Ook echt van buiten geleerd. Er zijn heel veel soundtracks van films dat ik helemaal op het detail in de harp op de achtergrond helemaal kan meebrullen. Maar waar dat dus zo even van die grote producties zijn en hoe dat de stijlen zijn van de verschillende. Maar de clue is dus, die twee voorbeelden van game soundtracks die ik nu bij had, die komen dus eigenlijk van dezelfde persoon. En dat wist ik niet. Tot 2 jaar ongeveer geleden of zoiets. En dat is de mens waar ik... graag even met jullie willen over praten, is Michael Giacchino. Zeg maar niks. Ik zie... Nee. Nee? Nee. Oh, dat is prima, want je kunt dus geen werken van Michael Giacchino opsommen. Nee. Nee? Nee. Nee? Nog niet van gehoord, ook niet? Nee, echt niet. Je ziet veel films, hè? Ja. Er is keiveel van Michael Giacchino bij. Allee. En ook van goeie groot... Ja. Deze is prima. Ja, ik kom er helemaal toe, man. Okay. Nee, je ziet hem glunderen. Ja, ik zie helemaal gelukkig. Want ik kan al niet bijbrengen, dat vind ik fijn, want ik ga er binnenkort op beginnen letten en dat is goed. Nu, die mens is geboren, lang geleden, hè, 1967. En het straffen is, die heeft eigenlijk een heel fameus onderricht gehad in hoe dat je films maakt. Dus die is naar grote filmscholen zo geweest. Maar eerst pas nadat hij daar overal al diploma's in had behaald, dan pas is hij met muziek begonnen. Dan is hij zo aan muziekschool gaan doen. Dus die negen het wel degelijk. Dus zijn eerste credits zijn allemaal, dat gaat echt over videogames, dingen op de Sega, heel veel videogame gerief, maar dus dat was ook al goed. En dat was niet gewoon bliep, bloep, bliep. Hè? Dat was sterke soundtracks, maar dus daar heeft J.J. Abrams hem ook ontdekt. En J.J. Abrams en Michael Giacchino, mannetjes, is een super duo. Dat gaat ook uit zijn credits blijken. Series in het begin gedaan, zoals Lost. Ja. Lost heb je wel gezien. Helaas. Maar blijft daar... Helaas. Blijft de soundtrack van Lost allebei? Ik heb echt geen soundtrack ervan verder herinneren. Dat is ook omdat dat niet zo'n indrukwekkende soundtrack was. Dat had dat ook niet nodig, echt. Nee, inderdaad. Maar dat had ook heel veel soundscapes, gewoon met een beetje viool erbij. En ook gewoon dat openingsscherm van Lost is ook niet echt... Hè? Trouwens, Fringe, ook Michael Giacchino. Maar nu, Lost is heel weinig opvallend qua soundtrack, maar
daar heb ik ook Giacchino niet echt voor meegebracht. Ik heb het over de soundtracks die hij dan maakte voor The Incredibles bijvoorbeeld. Dat zijn weer heel jazzy, zo stedelijk jaren 40, upbeat, mysterie, film, actie, film, keigoed. Iconische, gezellige muziek voor Ratatouille en voor Up. De Mission Impossible films vanaf de 3. De Star Trek reboots allemaal. Zijn allemaal heel, heel andere soorten soundtrack van stijl. Dus die muziek al een duizend pot. Ja, maar die zijn bereik is enorm. En dat is heel plezant. Want wat hij nog specialer maakt, vind ik, is nu de filmreeksen dat hem tegenwoordig krijgt. Hij is Star Wars is hem ook aan het krijgen. De Rogue One was voor hem. Hij heeft wel episode 7 en 8 niet gekregen, omdat ze dat nog even aan John Williams wilden geven. Maar in ruil daarvoor had J.J. Abrams gezegd, van, ik weet dat ik u alles laat doen. En ik doe dat ook met heel mijn hart, want je zorgt altijd voor topgerief. Maar het spijt me nu, ik kan het even aan John Williams geven, de uiteraard grote, perfecte John Williams. Hoewel dat hem nu al lang geen indrukwekkende dingen niet meer maakt, want die mens is bijna 90. Maar... Dan had hem die als ruil had hem die een rol gegeven in die film. En dan loopt Giacchino daar rond in een stormtrooperpak. En dan duwt hem zo een personage op de grond in het begin. Dus hij zit wel degelijk in Star Wars episode 7, maar niet als de componist. Maar gaat er ook aankomen. Ja, ze maken nog een trilogie, dus. Ja, er komt genoeg werk. Maar de kans is dus groot, en daar wil ik zeker op uitkomen, de kans is groot dat hij bij Giacchino terecht gaat komen. Omdat die doen nu ook Jurassic World, Planet of the Apes, Star Trek. Het zijn allemaal grote avonturen met focus op het persoonlijke. En dingen zijn Super 8, heb je dat ook gezien? Ja. Dus waarop leek Super 8? Zo gewoon van die jaren 80. Yes, maar van wie? Spielberg. Was ook niet van Spielberg? Heeft hij er niet J.J. Abrams, hè? Heeft hij dat maar Steven Spielberg heeft het toch geproduced mee? Dat zou zelfs kunnen. Ik denk het wel. Oké. Ja, want het was alleszins een echte, puur, gelijk Stranger Things eigenlijk, pure hommage aan jaren 80 Spielberg familiefilms. Waar dan natuurlijk ook de rol van Giacchino extra in de verf zit, mannetjes, dat is de vervanger van John Williams vandaag de dag. Dat is mijn absolute punt, want je hebt J.J. Abrams, die er heel hard zo de Spielberg-rol is aan het overnemen. En bedoel ik zeker niet puur qua kwaliteit en qua innovativiteit. Dat is ook van toepassing op de soundtrack, maar wel qua sfeer en waar ze eigenlijk zo wat op het scherm willen brengen. Trouwens, J.J. Abrams vind ik wel een heel talentvolle regisseur. Zeker maar wel. Om te vergelijken met Spielberg, dat is moeilijk. Sowieso, dat kun je nu ook nog niet doen. Maar ik vind dat die mensen wel zo wat de feel heeft. En ook zo een heel actieve regisseur. En dat voelde heel erg in zijn films. Maar dus... ik weet niet of je al de War of the Planet of the Apes hebt gezien? Ja. Ik was er heel lyrisch over. Is dat de laatste? Dat is de laatste. Ik heb hem nog niet gezien. Ja. Ja, ik vond het fantastisch hoe dat ze... Want ik was van eigenlijk zo alle vorige films niet echt, is echt? Fan. Hoewel dat die op zich ook wel goede kritiek mee kregen. Maar ik was... Ik was enorme fan van hoe dat alles draaide rond die apen. En zonder te veel te willen spoilen. Ik vond dat fantastisch om te zien. Ja. Maar nu dat je de naam Giacchino voor de eerste keer hebt gehoord, vanaf dat ik dat zie op voorhand, en weet ik meestal wel wat hij gaat doen, want ik ben die mensen heel hard in de ogen te houden. Het is wel een favoriet. Maar ik zeg dat hij een naam erop stond, en ik dacht, oké, want hij heeft al die drie films gedaan. Maar wat hij met die soundtrack heeft gedaan, is fenomenaal. Het is zo... Eigenlijk, als je puur naar die muziek luistert, dan denk je dat je naar een jaren 60 zo net technicolor avonturenfilm, zo Les Baxter-achtige exotica muziek aan het luisteren zijn. En dat is zo van, een voorbeeld van Les Baxter is zo toem, 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 zo van die Arabische, we pakken het avontuur echt naar het exotische, en daar komt ook die exotica-term ook vandaan. Maar dat heeft hij dus voor heel die soundtrack gedaan. En dat is keigraaf. En dat vind ik fenomenaal. Dan denk ik, dan heb je de bereik van zo'n oude spelletjes. Ja. Gelijk Donald Duck, Ninja. Nou ja, daar is hem dan begonnen misschien. Ja, maar die heeft alleen nog maar videogame credits in het begin. Als je dan zo'n IMDb gast, dat is videogame, in zijn kelder zo wat maken. En dan zegt J.J. Abrams, ik heb hier een spelletje gespeeld met je muziek. En dat is bangelijk. Let's be friends. en dan echt voortaan alles samen gedaan. Dus hij zegt... Van stijl zo, als je John Williams bezig hoort,
Ik weet niet of je al veel analytisch naar muziek zo, probeert te luisteren. Ik vind dat wel tof zelf, maar gewoon deze instrumentatie en deze gebruik van melodie. Want je hebt andere filmcomponisten die dat vooral van akkoorden. Hans Zimmer is een hele goede akkoordenman. Die zie iedereen nu als zo de grootste van het moment. En dat is zeker wel terecht, maar die moet het vooral hebben van knappe akkoorden. Progressies enzovoort. En Giacchino doet het eigenlijk nog veel harder met melodie terug. En dat vind ik heel fijn. Ja. En die instrumentatie, wauw. Dus ik heb die mensen vooral dan even gehighlight. Heel lang gehighlight zelfs, maar onthouden. Ja. Maar ik vind dat leuk voor zowel... Dus eigenlijk al tegelijk een aanrader ook, zeg. Ja, maar daarvoor heb ik iets anders gedaan. En je vindt het wel leuk voor zo'n ding te weten, als je dan zo moet werken of zoiets, dan zit gewoon Spotify, pakte zo'n componist en je zet dat gewoon op, maakt niet uit waar, en leert je dat ook kennen. Zeker en best. Dat is zoveel met Junkie XL, vind ik heel plezant. Absoluut. Mark Volkenburg of zoiets? Tom Holkenburg. Ja, ik vind het wel tof. Zal wel zijn. Maar dus, zet gerust Michael Giacchino eens even op. Staat genoteerd. Het is met twee C's en een H. Oké? Okay? Een Italiaan dus. Ah, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel, vrienden. Zo, fantastisch. Dat waren onze drie... Ja, wat waren dat? Wat zijn dat? Vertelseltjes. By the way'tjes. Ja. Ja. Niet echt, want het is ons hoofdpunt. Dus het is niet by the way. Ik weet niet hoe we het nu moeten noemen, mannen. Onze drie topics van vanavond. Ja, voilà. Fuck, ja. De drie topics. De drie topics. We brengen allemaal een topic mee, dat is toch keigoed? Ja. Wat een topsysteem. We gaan dat volgende week nog eens doen, denk ik. Denk ik wel. Ja. Nou, dat is prima. Dat marcheert goed. Ik zal al dingen beginnen opschrijven. Dat is goed. Oké, maar nu, zoals vanouds natuurlijk, ook weer de aanraders van de week. Een fan-favorite, maar vooral een... Personal favorite. Want we hebben geen fans, dus we moeten zelf... Pas op, doch. Ja? Ik heb gehoord van Arend dat er mensen waren aan het vragen van allee, maar blijft de volgende spot? Is al lang geleden. Echt maar serieus? Is het puur Esther? Want dan moet je er wel altijd... Nee, het is niet Esther. Het spreek van mensen. Mensen. Ja. Pluraal. Shit. Oké. En uit welke omgeving haalt je die mensen dan? Want... Nee, straat. Zo'n paar van die Marokkanen die zijn auto in brand ontsteken waren. Hey, Arend. We zijn op de pot. Maar het is een nieuwe spiegel eraan. Ja, als we dan een conventie doen op Brussel, binnen van de Grote Markt. Oh shit, ja. YouTube. Ik denk dat als wij op de Grote Markt staan, dat er veel auto's in brand worden gestoken. Want zo meet je populariteit. Ik denk dat die eerder nog als de kop worden gesmeten, maar goed. Brandend. Auto's, komt de hulk ook? Ja, ja, tuurlijk. Die is er altijd bij. En dan springt hij zo, flap, klap de grond. Ja, in elk geval, de aanraders van de week. Een toppertje. Ik stel voor, ik heb net heel veel gebabbeld over Michael Giacchino. Mm. Ik stel voor dat Bart van wal steekt. Ik heb wederom iets gepakt dat me opvalt. En ik heb dat dan een beetje gepropt of vervormd naar een aanrader van de week. Okay. Maar op basis van al het sportgeweld, al het voetbalgeweld, dat eigenlijk een feest had moeten zijn, heb ik als aanrader voor alle sportliefhebbers, al dan niet van Marokkaanse afkomst, een vliegticket naar Azië. Via, maakt dat niet uit, de cheap tickets, al die toestanden. Heel simpel, waarom? Binnenkort is het allemaal daar te doen, mensen. Elk sportevenement van de komende 5 jaar is allemaal Azië. Rusland is ook Azië. Dus. Ik heb even gekeken. De komende winterspelen, 2017, we staan nu bijna in de decembermaand. Olympische winterspelen in Zuid-Korea. Oké. Dat is Azië, maar bestaat Zuid-Korea tegen dan nog? Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag, maar ze gaan er wel moeten schaatsen. Dus. Het jaar erop. Met een nucleaire winter is dat niet zo'n probleem, denk ik, inderdaad. Dan is het eerder fris voor 40 voilà. Jaar. Ja, goed. Ja. Het jaar erop, het WK voetbal is in Rusland. Aha. Olympische Spelen 2020 in Japan. Mm-hmm. Het WK 2022 in Qatar. Ja, dat is Midden-Oosten. Dat is Midden-Oosten, maar we zitten in die richting. Ja. Olympische Winterspelen 2022, spreek ik al ver vooruit, in China. Dus alles is gewoon in die kanten te doen. Behalve, alles strikt naar behalve het Europees kampioenschap voetbal. Ja, wacht. EK 2020 is misschien god weet waar in Verwegistan. Ja. Als UEFA... In het Songfestival 2018. Ja, Australië zeker. Die moeten toch ooit iets winnen. Hebben die...
Die doen mee al, die doen al mee. Ja, ik weet het, maar. Nou, die wacht, die deden 1 jaar mee en dan deed China 1 jaar mee of zo. Nee, die hebben 2 jaar meegedaan. Die hebben 1 jaar, mochten die meedoen, van, allee, je vindt het zo plezant, komt maar eens 1 jaar meedoen. En het jaar erop zaten die er gewoon terug bij, dus. Die vinden dat echt wel heel tof, dat wordt binnenkort het wereldkampioenschap. Dus dat kan niet anders dan het daar vroeg of laat in Australië te doen is. En Wereldvision. Dat we dan echt kunnen zeggen van Eurovision, welcome in, weet ik veel. Maar dat is Oceanië, dus dat is niet Azië. Nee. Oké. Okay. Maar ja, dat is ook geen sportevenement, dus dat valt dan weer al mee. Maar het is wel opvallend hoe dat ja, zo landen als China en Rusland en zo, en in het Midden-Oosten, die trekken alles naar zich toe gewoon. Ja. En, maar Midden-Oosten, dat kunnen ze. We all gonna be Asians soon. Dat denk ik nou nog niet. maar het is altijd wel spijtig dat Japan niet meedoet aan het Songfestival, vind ik. Waarom? Je moet je dat eens voorstellen. Maar als je al weet wat voor paljassen gedoe dat er het Europa komt met zo'n festival, dan denk ik wel dat Japan daar firm kan overgaan. Oh, you listen now, you ja, pas op, dat een waardige deelnemer kan zijn. Dat is toch zalig. En winnen. Zeker qua gekte, die zijn qua gek gekte. Genoeg om daar aan mee te doen. Maar ja. En die sowieso in al die muziekcultuur emuleren die allang Europese cultuur, qua hun klassiek enzovoort, al keihard. Dus, en dan krijg je van die, gelijk die drie meisjes, die drie schoolmeisjes, die zo heavy metal zingen, maar dan zo wat poppy heavy metal. Tuurlijk. K3, gone bad, man. Maar ze winnen. Ja, snap dat. Terecht, meestal hebben ze nu al. Ik ben nu al aan het doen. Waar moet ik je ze missen? Ja? Nee, oké. Dus jij raadt Azië aan. Ja, blijkbaar voor de sport die we pre-star moeten doen. Maar zijn jullie al eens in Azië geweest? Nee, wel in het Midden-Oosten. Wel in Qatar en Oman en Contreien. Zijn jullie al eens in Azië geweest? Ik ben al in China geweest, ja. In China? Ja. Echt? Waarom? Op vakantie met Esther, eigenlijk. Oké. Met twee. Esther van... te raden? Esther van op de pot. Pot. Oh, man. Op de pot, ja. Goeie mens. Ik vond dat bijnaak. Ja. China, ik vond dat echt... Maar in wat voor... Zijn jullie in steden geweest toch? Eigenlijk alleen Peking en Shanghai. Eerst een week Peking, 3 dagen Peking, dan een week Shanghai, en dan weer terug 4 dagen Peking. Ja. Ik vond dat bijnaak. Het was niet te druk of zo, nee. Ja, dat is er super druk. Vraag die jij nu. Is dat er niet te druk? Ja, maar daarom, ik kan me niet voorstellen dat je het er leuk zou hebben. Maar je kunt op het platteland ook gaan zien. Je kunt maar dat is niet zien. Geen dat ik vroeg. Ik vroeg, zit in de grote steden, dus alleen Peking en Shanghai, en dan denk ik, dat zijn al 2 traumatische ervaringen voor het leven voor mij. Dat is rete druk. Je kunt er echt niet voorstellen, ook omdat het gewoon op een gigantische schaal is. Als je Brussel en Antwerpen kent als stad, en laat ons even eerlijk zijn, op een uur heb je van Antwerpen Noord zeker naar het zuid voorbij gewandeld nog. Ja. In Peking heb je dan, denk ik... Een blokje. Denk ik, ja, 1 blokje gedaan. Ja. Maar Londen is ook gezegd. Ja, maar zelfs Londen is echt nog altijd... Maar Tekke Vrij is ook in Zuid-Korea geweest. Hè. Je hebt ook wel verteld van... Je kon gewoon 40 minuten op de tram zitten voor zo 2 districten van die stad verder te geraken. Ja. En dat zijn dat dan miljarden... Nee, miljarden steden. Hoeveel zijn we tegenwoordig? Miljoenen steden zijn dat. Ja, want het is... Maar Londen is al een miljoenenstad, niet? Ja. 7... Maar je hebt miljoenen en miljoenen, hè. Dat is waar. Zijn we met 7, 7 miljard, denk ik. Ja, ondertussen al meer. Is het al niet bekend tegen de 10 of zo? Dat zou nee, echt. Peking en Shanghai gaan hard, hè. Ja, die gaan niet zo hard. Nee, het is echt, hoe hard gaan ze? Okay, het is echt een aanrader voor daar naartoe te gaan. Oké, okay. Dus niet alleen voilà, op het is daar allemaal te doen en het is er ook schoon, dus voilà. Allen daarheen. Gelukkig niet te duur. Nee, wacht. Voilà, Arend knikt nee, dus ik had per ongeluk gelijk. Heel goed. Qatar is niet om de goedkoop te doen. Nee, maar je moet ook echt wel niet in Qatar zijn. Nee, dat is waar. Maar je dat je vrouwen wilt gaan afslagen. Je kunt daar wel, ja, voilà. Of auto's in brand steken, ik weet het niet. Ik geef maar een tip. Dat doen ze daar niet, want daar kosten auto's 5 miljard. Ja, wel, maar dat is dus weer een goede tip. Dat doen ze dat waarschijnlijk niet, want dat kost dat te veel. Ja. Dan zullen ze wel eens snel zeggen van, hela. Waar heb je die in Hoge Toren? Waar staat die? Saudi-Arabië, maar Saudi-Arabië. Dubai. Ja. Dubai. Ja. Dat is wel hoog. Hè. Dat is hoog. Ja. Dat brengt niet zo. Hoe heet de Mia Khalifa? De Burj Khalifa is dat, De Mia Khalifa. Zo zo. Perfecte mop. Oké, Arend, wat is uw aanrader van de week? Mia Khalifa. Ja, dat is... en een fragmentje bij. Ja. Nee, nee. Google Images, Mia Khalifa. Nee, als aanrader heb ik iets goed underground en fringe bij. Oké. Ik vond dat eigenlijk zo absurd, ik moest dat gewoon meepakken. Ik heb een band mee, een groep, en die heet Nano Cyborg Uber Holocaust. Oké, ik kan er niet al te veel over zeggen. Ik kan gewoon het fragment even voor zich laten spreken. Let the music talk.
klein beetje repetitief. Ik begrijp het. Pas op, we zijn een toonladder aan het opklimmen. Ik verwacht nog een dubbele bassdrumse beat. Nee, Oké, echt? Ik dacht dat er echt nog een zware, evil, crash metal... Nee. Oké. Okay. Oké, het vraagt dus duidelijk om een klein beetje meer context. Zeker. Het is een band die bestaat uit twee wetenschappers. En die werken op de Zuidpool, op een basis. Oh man. Ik heb gezegd dat goed underground was. Dus belofte waar maken. Hé, die werken op dus een basis op de Zuidpool en die zijn op een gegeven moment erachter gekomen van hey, kijk, wij zijn allebei bezig met muziek. En wij luisteren allebei graag naar van die ambient drone metal. Drone metal, voor de mensen die kennen, is zo eigenlijk gewoon bijna één statische gitaar die dat één noot een half uur laat spelen. Dus dat is echt wel niet ondenkbaar dat er cd's bij zijn waar dat er drie nummers op staan die toch twee uur duren. Nummer 9. En voor een van die eerste cd's zijn die naar het meest zuidelijke, onherbergzame punt op de Zuidpool gegaan. Die hebben daar gewoon omgevingsgeluid opgenomen, zoals jullie er juist konden horen, en daar gewoon instrumenten overgespeeld, zoals een basgitaar. En dat is eigenlijk gewoon een beetje de ontstaansgeschiedenis van de Nano Cyborg Uber Holocaust. En ze omschrijven hun muziek zelf als Ambient Cosmic Extreme Funeral Doom Drone Metal. Oftewel, Post-Noise. Post-Noise. Seems right. Hmm. Ik vond dat gewoon zo enorm bizar. En experimenteel dat ik dat niet kon laten liggen. Hoe serieus pakken die hun eigen? Die hebben 9 cd's en je kunt ze... Spotify? Dat weet ik niet. Het is ook moeilijk om de juiste schrijfwijze van de groep exact goed te hebben. Okay. Dus je gaat gewoon moeten googlen, denk ik. Nano Cyborg Uber Holocaust. En dan gaat je erop terechtkomen. Nou. Je kunt alles downloaden. Wat is het? Nano Cyborg. Is dat alleen Nano Cyborg? Ja. Nanocyborg.net kunt je al je cd's gewoon gratis downloaden. Dus dat is geen probleem. Nee. Als het gratis te downloaden is, staat het niet op Spotify. Het staat er inderdaad niet op, trouwens. Maar goed, gratis. Spijtig. Het is ook niet voor iedereen. Je kunt er pas achter komen als je dan wel luistert. Maar niet alles op Spotify is voor iedereen. Dat heb ik nu na een tijdje Spotify wel ontdekt. Oké. Okay. Fantastisch, Arjen. Mooi. Daarvoor zit jij hier aan tafel. Zeker proberen. Ja? Of niet, dat kan me eigenlijk geen reet schelen. Well, als je zo wilt gaan slapen, zo gezellig. Heel goed. Ik vind het een fijne. Mijn eigen aanrader van de week. Nintendo Switch. Wellicht. Ja. Ik heb dat nog niet gezegd, toch? Hè? Nee. Oké. Okay. Dat klinkt echt cheap en idioot om een console te gaan verdedigen. Dat is echt aanrader van de week. Maar het verandert echt de manier waarop ik naar het concept gamen kijk, vind ik. Ik kan spelletjes nu tegenwoordig ook uitspelen. Minstens uitspelen en zo wat completen en zo. En ik kijk echt uit naar nieuwe games. Omdat ik gewoon weet dat ik er veel tijd mee ga kunnen doorbrengen. Dus het verschil is eigenlijk, je neemt je Switch mee in je leven... In plaats van dat je in je leven tijd encapsuleert voor met spelletjes te kunnen bezig zijn. Snap je? Ja, oké. Ja. En en het is ook gewoon een heel aangenaam, heel kundig gebouwd bakje. Het is eigenlijk zover gekomen dat ik bij nieuwe games zowat teleurgesteld ben als blijkt dat ze niet op de Switch komen. Wat dat natuurlijk begrijpelijk is ook, want iets gelijk Red Dead Redemption krijg je niet gemakkelijk op die tablet, maar... Het is altijd spijtig, want ik weet dat ik er veel meer tijd mee zou kunnen... Want ik heb eigenlijk heel weinig tijd. Dus dan is voor mij een Nintendo Switch fantastisch. En iedereen die er nog geen in bezit heeft, raad ik er 2 aan. Ik ben zelf aan het zien voor er toch een aan te schaffen. Ja, ik zou dat toch doen. Ja, we zijn die... Samen gaan halen. Samen gaan halen, hè. Dat was een mooi moment. Dat is een mooi moment. Zou jij dat aanraden, Bert? In mindere mate dan een Nick, denk ik. Want ik zit nog altijd wel meer op een PS4 dan op de Switch. Maar bijvoorbeeld, het heel handige op de trein of zo. Je zit op de trein. Oei, je zit een half uur of een uur op de trein. Of fucking Essen of waar dan ook. Mm. Daar is dat wel heel nuttig voor. Ik merk alleen dat het qua als online platform wel wat minder is dan andere consoles. Want je bent ook altijd on the road. Je hebt niet altijd een internetconnectie. Uiteraard. Dus ik vind wel... Dat bijvoorbeeld onze gaming community, onze gaming groep zelf, van die paar mensen, dat die wel wat versplinterd is geraakt sindsdien. Omdat je de mensen hebt die de Switch gebruiken, die eigenlijk gewoon van het PS4-platform verdwenen zijn ineens. Dus qua online vind ik het een pak minder, maar
voor puur uw eigen, voor uw individuele gameervaring, is dat wel... Ja, dat is altijd handig. Je gaat in de zetel zitten, je hebt niks nodig. Mm-hmm. Waar dat je ook zei, je stikt dat in je rugzak, je pakt dat mee, je kunt dat gebruiken. Ja. Daar zijn ze echt wel revolutionair in, want oké, okay, een Game Boy deed dat ook, maar op deze mate van ja. Het is echt wel een volwaardige console, en dat vind ik wel heel knap. Heel veel, ze beginnen nu, dat begon allemaal met Nintendo games, maar dan beginnen ze nu ook wel wat meer spelletjes te brengen die eigenlijk oorspronkelijk van andere platforms komen. En veel mensen hadden gedacht van, ah, maar nu gaan we het zien. Hè? Al die Nintendo fans en al die Switch fans, nu gaan ze afzien met die spelletjes en dat er echte games opkomen. Ja. En die heeft zich echt wel heel, heel goed staande gehouden. Ja. Dat iedereen bij heel veel games zei van, amai, dat ziet er eigenlijk goed uit op die Switch. Ja. Dus ja, het is denk ik wel... ik vind het ook wel een aanrader, ja. Ik geniet vooral ook meer van de spelletjes die ik koop. Ik haal er veel meer uit. Ik moet zo niet mijn eigen helemaal naar boven sleuren nu. Allee, dat klinkt stom, maar... Dat is echt een groot verschil. Ik ga nu mijn spelletjes er echt tijd mee doorbrengen. En dus ik kan er ook meer van genieten, waardoor ik ook meer uit mijn geld haal, eigenlijk. Ja, ja. En het is ook inderdaad heel hard... De developers zijn heel hard aan het beseffen dat het ding het goed doet. Uiteraard is dat ook gewoon meetbaar, hoe goed dat ding het doet, maar ook dat ze er echt wel iets mee aan kunnen vangen. Dus dat is dan hoopvol voor de toekomst. Ik denk dat de Switch niet snel zal uitgeblust zijn qua dingen. Dus, geen Wii U verhaal. Geen Wii U verhaal, maar ook geen Wii U verhaal. Ja, inderdaad. Ik was dan denk ik geen Wii verhaal ook niet, maar op zich. Op de Wii bleef heel veel komen. Maar het is gewoon veel mensen stopten met dat te spelen. Kijk, nou goed. Nog een idee van mij moeten aanschaffen, hè? Ik denk dat je er wel... Een goede kerstcadeau, zeg. Voor je eigen, hè? Fuck, man. Ik doe dat ook elk jaar, maar ik heb eigenlijk nu al gekocht. Al mijn kerstcadeaus. Oké. Nee, goed. Deze waren aanraders van de week. En dat is zoals steeds ook ons afsluitrubriekje. Ja. Dus dat wil zeggen dat we er voor deze week weer al mee klaar zijn. Maar we zijn er terug ingevlogen, dus. We zijn, ja, inderdaad. Ik voel het... We zijn precies nooit meer weg geweest. Ja. Oh, het is terug thuiskomen zo. Ik mis alleen Esther hier, die ons wat betreft alles nog dingen uitlegt. Ja. Ja. Maar ja, het ging nu over Azië en wat kan Esther mij over Azië vertellen? Waarschijnlijk alles. Ik denk alles, ja, letterlijk. Ja, goed. Oké, okay, ja goed. Dankjewel, lieve luisteraars, om toch alweer te luisteren. En, bedankt voor het geduld. Bedankt voor het geduld, voor al die maanden zijn dat. Zeker feedback, alsjeblieft. Ja. Zeker. Of dat het nieuwe concept jullie aanslaat, inderdaad. Goeie punt. Wij willen met jullie meegroeien. Ik groei al als ik denk aan onze luisteraars. Tijd voor je tomaten water te gaan geven. Inderdaad. Zo, goedenavond of goedemiddag.